Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is in diverse gebieden bezig met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Minister Patrick Pengel heeft samen met een team van deskundigen van het ministerie een oriëntatiebezoek gebracht aan de verschillende locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd. De samenleving zal merken dat er steeds machines in verschillende buurten aanwezig zijn om waar nodig lozingen op te halen. In Paramaribo Noord is het ministerie bezig met ophaalwerkzaamheden van lozingen en de instroomzijde van het pomgemaalte Leonsberg. Deze werkzaamheden worden zowel in de droge als in de regentijd uitgevoerd. Het ministerie verwacht dat eind januari de projecten worden opgeleverd. Ook de infrastructuur bij de volstortplaats op Ornamibo is volledig aangepakt. De werkzaamheden aan de Martin Luther Kingweg verlopen redelijk goed. Deze worden in fasen uitgevoerd. In de overige districten vinden de ophaal- en rehabilitatiewerkzaamheden onverkort plaats.